Jij gaat straks de lucht in, hè? Ja, ja, dat is wel leuk weer een keertje. Dat vinden we altijd leuk. Vind je dat niet eng? Nee, dat is gewoon dagelijkse kost. Nee hoor, dat is gekheid. Maar het is niet eng. Al 194 jaar zorgt de Koninklijke Nationale Reddingsmaatschappij voor de veiligheid van strandgangers en zeevaarders. Wij mogen vandaag een dagje met ze mee bij de demonstratie in Katwijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij het gaan doen. Zo dan. Robertino Nissen, schipper van deze boot. Wat gaan we vandaag doen? We gaan zo meteen met de reddingboot naar Katwijk. Daar is een grote demonstratiedag. Wij gaan met zoekacties draaien. Dus dan doen we net of een slachtoffer gezocht moet worden. Dan komt er nog een helikopter bij ons. Die haalt iemand van boord af die we gevonden hebben. En zo doen we dat samen met de reddingbrigade, politie en de helikopter. Nu noem je al reddingsbrigade. Wat is het nou het verschil tussen de reddingsmaatschappij en de reddingsbrigade? Op Scheveningen is het zo dat de reddingsbrigade is gedurende de zomermaanden, 6 weken zeg maar, vakantie, zijn ze fulltime hier. En wij zijn als maatschappij 365 dagen per jaar, 24/7 inzetbaar. En als het piepen gaat, dan komen we allemaal hier toe en dan gaan we waarvoor we op gebied gaan we doen. Aangekomen in Katwijk wacht direct de zware beproeving voor KNRM Scheveningen. Een mannetje moet van boord worden getakeld door een helikopter. Jij gaat straks de lucht in, hè? Ja, ja, dat is wel leuk weer een keertje. Dat vinden we altijd leuk. Wat gaat er straks precies gebeuren? Nou, dadelijk komt er een kikker naar beneden toe. Dan doe ik een lifeline om. Ja, en dan ga ik omhoog en de kikker blijft beneden. En vaak is het een rondje vliegen en dan word ik weer teruggezet. En hoeveel meter ga je de lucht in? Nou, dat is afhankelijk van hoe hoog die hangt. Het is 15, 20 meter hangt die boven het schip. Vind je dat niet eng? Dat is gewoon dagelijkse kost. Nee hoor, dat is gekheid. Maar het is niet eng. Het KNRM-station in Scheveningen is het drukste station van allemaal. Het team is dan ook het hele jaar door actief, 24 uur per dag. Vrijwilliger Frank zou niet anders willen. Het is allemaal vrijwillig. En het is een passie van iedereen. Dus je staat met z'n allen stijden achter. En je weet wat je van elkaar hebt. En het is gewoon teamwork, een teambuilding. Het is gewoon leuk. Je staat klaar voor elkaar en je weet dat de mensen klaar voor jou staan. En het is gewoon de ene voetbalt en wij doen dit met z'n allen. En je kan blindelings op elkaar vertrouwen. Nu doe je dit al voor 15 jaar. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in die tijd? Oeh, dat is heel moeilijk. Ja, van allerlei acties hebben we meegemaakt. Wat mij wat indrukken gemaakt heeft, is die aanvaring voor de waterweghoek van Holland. En toen zijn we s'avonds om 11 uur kregen we alarm. En de volgende middag eigenlijk, pas om 5 uur, waren we klaar. Lijkt het jou ook leuk om aan te sluiten bij de KNRM Scheveningen? Je bent van harte welkom, al zijn er wel een aantal voorwaardes. Nou, je moet binnen 10 minuten na alarmering aan boord zijn. Je moet heel duidelijk een teamgeest hebben. Je moet heel goed met andere mensen kunnen samenwerken. Nou, als je daarmee begint, dan kom je al heel uit.